Mij is gevraagd om iets te zeggen over een boek wat mij heel erg aansprak. Toen ik het boek zag liggen in de boekwinkel, alleen al die titel had ik willen verzinnen. Het is in heel veel talen vertaald. Ik spaar het in een heleboel talen. Ik heb er al meer dan 40. Ik vind het een fantastisch boek, omdat het laat zien dat een betere wereld wellicht geen ideale wereld hoeft te zijn, maar daarom toch de moeite is, waard is om voor te strijden. En als je dat dan leest en daarin meegaat, ja, dan ik kan niet zeggen, dan flapperen je oren, maar het lijkt er heel erg op. Tegenwoordig het geluk is een thema. Iedere land schrijft over het geluk. Het boek raakte overal in mijn gevoelens, overal, over alles. Het is nauwelijks te beschrijven wat voor boek het is. Don't panic. Wat er ook gebeurt, don't panic. Gewoon doorgaan. En dan ontdekt hij de ware betekenis van? Vriend. Die met ongelooflijk veel fantasie, altijd weer meer fantasie dan ik kan bedenken dat je kan hebben, zijn boeken schrijft. And I think in our times, especially my generation, it sometimes feels like we feel like there's nothing we can do. And I think it's not true, and it's important to recognize that.